Ons wordt de tijd ontnomen om onze passies en ambities te ontdekken. En als maatschappij in zijn geheel de stress en de constante rat race voor geld ontneemt ons van de tijd om de tijd om menselijk te zijn. Als je het hebt over de huidige tijd en mensen voelen wel aan dat er dingen veranderen of dat het niet meer werkt. En heel veel mensen worden er een beetje pessimistisch van. En dat kan ik ook wel begrijpen, je moet met z'n allen bezuinigen, crisis na crisis. Maar het komt ook omdat we met z'n allen zoeken naar oplossingen binnen de manier waarop we de maatschappij nu georganiseerd hebben. Maar misschien moeten we ons denkkader juist wel verruimen naar oplossingen die buiten de huidige manier liggen van hoe we de maatschappij vorm hebben gegeven. Dat is tijdens de industriële revolutie vormgegeven. En het biedt niet meer de oplossingen voor de antwoorden van vandaag de dag. Ja, ons huidige systeem is failliet. Als je ziet hoe wij nu onze maatschappij indelen en hoe het ook anders zou kunnen zijn. Als je kijkt naar de laatste ontwikkelingen in wetenschap en technologie. We werken nu over 8 uur van onze dag op voor geld. Zodat we daarmee bijvoorbeeld stroom, voedsel of huisvesting kunnen betalen. Maar als jij je eigen energie hebt en heel makkelijk, zonder dat je de arbeid hoeft te leveren, je eigen voedsel kan creëren door middel van aquaponics of hydroponics. Of in plaats van een dure Jean de Bouvry lamp kopen, je buurman handig is met een computertje, een leuk 3D-designtje kan maken voor jou en jij die thuis print met je 3D-printertje. Het liefst nog met lokale duurzame grondstoffen uiteindelijk. Geeft dat de vrijheid terug bij het individu. Als wij een betere toekomst willen, dan zullen we die zelf en samen moeten maken. Het is heel passief om te wachten op de markt of op de overheid. Het is ook heel passief om doemdenker te zijn. Dan blijf je gevangen in het kijken naar boven en het wachten op antwoorden van bovenaf. Hoe meer je gaat verdiepen in hoe de maatschappij werkt en hoe technologie verandering bewerkstelligt in de maatschappij, hoe meer je realiseert dat de samenleving wel daadwerkelijk maakbaar is. Ik vraag me af hoe we terugkijken op deze tijd. We zouden zo vrij kunnen zijn. Crisis van oorsprong betekent ook keerpunt. En als je op zo'n manier naar crisis gaat kijken, ja, is het aan ons om te kijken welke richting wij het opkeren.